net een uur gezwommen en ik heb het echt super, super gek. Het gezwommen. Ik heb mijn haar ook meteen een keer gewassen, anders kan ik er echt niks mee doen de volgende dag. En nu ga ik een rijstwafel eten en een beetje drinken. Ik heb trouwens vandaag 60 lengtes gezwommen. De vorige keer had ik er 32 en de keer daarvoor had ik er 50. Helemaal naar mijn werk gefietst, echt super trots op mezelf. Het was wel echt vermoeiend, want in het doorgaan was het nog redelijk warm. En net terugkeren had ik echt heel erg veel wind. Net mijn zwempak uitgespoten en in bad gelegd om te drogen. Namelijk zo, als je elke keer verschillende keren in de week gaat zwemmen, dan je niet altijd je zwempak gewoon kan wassen. Vooral ook omdat je een wasmachine hebt, dus ik spoel het uit en laat hem drogen tot de volgende keer. En eens in de week of eens in de 2-3 weken was ik hem dan effectief echt in de machine. Ik moet me zo'n beetje denken aan zwemparks. Daar had je geen wasmachine en dan moest je ook altijd gewoon je zwempak laten drogen. Nu ben ik hier in mijn kamer terecht gekomen en ja. Gisteren ben ik trouwens super goed geweest, want ik heb geen ongezonde dingen gegeten gisteravond. Gisteravond was Vlaanderen in Muziekland en er waren verschillende eetstandjes en zo van die dingen. En ik had tomaatjes mee naar mijn werk. Ik ben gefietst naar mijn werk. Terugkeer had ik wel een platte band, zeker. En ik had ook een banaan mee, maar ik heb die niet opgegeten. Ik heb wel rijstwafels gegeten. En 's middags heb ik gewoon rijst met curry en bloemkool gegeten. In ieder geval bruine vlekjes, maar ze zijn niet zo erg. Ik zit nu even Pokémon Go te spelen en ik wou even ook nog zeggen dat ik stiekem wel trots ben op mezelf, omdat nu de derde dag op rij is dat ik met de fiets ben gaan werken. En ja, ik had geen conditie, nog altijd niet, maar het gaat wel elke dag beter en daar ben ik echt heel erg blij mee. Dankjewel, Provincie West-Vlaanderen, om mij aan te moedigen om met de fiets te gaan. Gewoon zodat ik fietsvergoeding zou krijgen. Nee, maar ik wil ook wel echt conditie kweken. Net een uur gezwommen en ik heb het echt super, super gek. Het heeft wel echt deugd gedaan in het frisse zwembad. Ik heb 5e lengtes gezwommen. En ik ben eventjes aan het stikken in mijn auto. Waarom zijn auto's zo warm in de zomer? Oké, tijd voor de airco en zo. Net een uur en half in het zwembad gezeten, daarvoor in het Ypres-museum. En nu weg. Zot veel dorst. En het 5 minuutjes heen en 5 minuutjes terug fietsen in dit weer is echt hel. Ik heb daar straks nog 2 seconden of zo gewerkt aan mijn blog. En nu ga ik dit verwijderen en vertrek naar het zwembad. Dus ik zie jullie als ik op wandel ben. Ik ga mijn regas wel meedoen. Want ja, het regent al heel de dag in vlaagjes, wat dat super goed is. Maar ja, misschien is het wel handig om regenjas mee te doen. Ik ga gaan wandelen, omdat ik van plan ben om deze week elke dag 10.000 stappen te zetten. Gisteren is het gelukt, eergisteren net niet. En vandaag heb ik er nog maar 2.000, dus anders gaat dat sowieso niet lukken. Weg naar het zwembad en aan het wandelen met dit dingetje. Dit is de Pokémon Go All Plus. Dat zorgt ervoor dat je Pokémon kan vangen zonder dat je gsm vast hebt. Hey, ik kom net uit het zwembad. Ik heb nu 5406 stappen gezet. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat zijn als ik naar huis ben gewandeld. Ik ben te voet naar het zwembad gegaan. Ik ga nu ook terug Pokémon spelen.
Normaal pak ik altijd water mee om te gaan zwemmen, maar vandaag niet. En ik was wel dorstig toen ik aankwam in het zwembad. Laat staan als ik al die lengtes heb gezwommen. Ik ben aan het wandelen richting het zwembad. Het is het eerste productieve ding buiten de raceplannen dat ik vandaag doe. Ik ben klaar met zwemmen. Ik ben dan terugwandelen via de vesting en er loopt hier bijna geen kat. Waar is er mijn staart? Zie hoe lang dat is. Hey. Oké, het is nu 7:15 en ik ben klaar met zwemmen. Dus ik heb eigenlijk exact 1 uur in het geweest. Want het was 6:15 voor toen ik toekwam in mijn kotje. En het is nu 7:15 als ik in mijn auto stap. Dus dat is een klein uurtje gezwemd, iets minder. Gezwommen, niet gezwemd. Het ging goed. Een paar lengtes gedaan. Ik tel mijn lengtes niet, dus een beetje op gevoel. Ook een paar keer krul vooruit en een paar keer krul achteruit geprobeerd. Ik kan dat niet, dus dat ziet er altijd een klein beetje gek en overdreven uit. Maar ik probeer het te oefenen op mezelf. En ik heb ook iets met mijn haar gedaan. Nadat de kleur en proberen uit te wassen zonder product, heb ik in mijn kotje mijn haar uitgekamd, dan conditioner aangebracht, dan even in mijn handdoek laten rusten, dan weer uitgekamd en ik heb nu het gevoel dat het minder plakkerig gaat zijn, maar we zullen zien. Mochten jullie trouwens frequente zwemmers zijn en je wil net zoals ik niet na elke beurt je haar wassen en je bent ook niet zo goed met zwemmen mutjes en van die toestanden, hoe doen jullie het? Hoe zorg je... Hoe zorgen jullie dat jullie haar geen kloorhoop wordt? Toen passeerden net mensen en ja, er staat een camera op mijn dashboard. Ik heb gezwommen in het zwembad, maar een half uur of zo of 3 kwartier. En nu ga ik nog een paar Pokémon vangen hier aan de Menepoort. Wacht, we zien hem. Daar.
Maar ik heb ook niet meer zo heel veel botreden, dus het gaan er maar een paar worden.